De brandweer kreeg rond 9:30 vanmorgen de melding van een brand op de onderste verdieping van een appartementencomplex aan de Pancratiusstraat in het centrum van Heerlen. Door de rookontwikkeling konden 4 bewoners niet naar buiten. De brandweer moest met de ladderwagen in actie komen. Er waren 4 bewoners aanwezig die alle 4 door de rook verrast zijn geworden. 3 personen zijn naar het dak gevlucht, eentje is aan het raam gaan hangen en die hebben er alle 4 uitgehaald. De 4 bleven ongedeerd. Ze zijn tijdelijk elders ondergebracht omdat de 4 appartementen in het gebouw onbewoonbaar zijn. Wanneer ze terug kunnen naar een woning is niet bekend. Door de brand zat een deel van de binnenstad enige tijd zonder stroom.